Yo, Nintendo fans! Vandaag checken we Bell & Wonderworld. Deze video is gesponsord door Square Enix. En dit is ook gesponsord door Square Enix. Wat zit hierin? Wat is deze? Oh, nice! Magnetron popcorn! Ik heb een kaartje gekregen, daar staat op... Pak de popcorn er maar bij, want de show gaat beginnen! Maar ik heb geen magnetron. Anyway, insert denkbeeldige popcorn. Oké, genoeg gepraat. We gaan beginnen. Ik ben vandaag in een zwartharige mood. Dit is een type game zoals Mario Odyssey. Het is een soort van platformer. En in Mario Odyssey worden er petjes gegooid. Cappy wordt gegooid. En krijg je een power-up. En hier moet je amuletten, coins pakken. Om te veranderen in een ander personage met zijn eigen kwaliteiten. En van dat soort games hou ik echt superveel. Wat gaat deze guy doen? Hallo? Ben je... Hij heeft wel een mooi pakje aan. Hij heeft zo'n... Is dat een circuspakje? Ga je basketballen? Wel, we gaan basketballen! Let's go! Let's do this! Oh. We gaan niet basketballen. Bell & Company presenteert... Dat is een super schattig poppetje. Ik heb ook zo'n poppetje gekregen, kijk. Maar dit is een konijntje. Dit zijn allemaal... kuikentjes. Hallo, hallo. Oké, waar zijn we beland? Wie is dat meisje? What up, man? Oh, daar is Balan. Huh? Oké, zijn wij ook het meisje? Hallo daar, meneer Balan. Oké, de show is nu echt begonnen volgens mij, jongens. Welkom! Hier, dit biedt misschien wat plezier. Yay! Mijn eigen mushy pushy poppetje. Natuurlijk! Een deel van je hart. Wat? Oké, we moeten weer vrolijk worden, denk ik. Dit is een soort van Alice in Wonderland vibe of zo. Daar gaan we! Daar gaat hij, beter gezegd. Kijk hoe gaan. Oké, dit is best wel cool. Dit is best wel vet. Dit is best wel een hele dikke intro. Kijk ze gauw. Ja, daar is mijn konijntje. Ja, daar was mijn konijntje. Super cool. Kijk hoe gaaf, jongen. Onder water, alles. Weet ik veel wat hij allemaal doet. Ja, dit is wel een dikke show. Dit is wel echt een dikke show, jongens. Wow, het is tijd om Wonderwereld te bezoeken. Oké, ja, dit was wel een geniale intro. Bell & Wonderland begint wel goed. Wonderworld, bedoel ik. Dit is Tim Island. En wat valt er te beleven op Tim Island? We moeten in ieder geval daar naartoe voor wereld 1. Dat is het maisveld zo te zien. Jongens, als je dit nou leuk lijkt, doe even een duimpje omhoog. Hè? En vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. Maar als je dit leuk lijkt, doe zeker een duimpje omhoog. En misschien gaan we dit wel vaker spelen. Want het begint wel leuk. De intro is leuk. Ik hoop dat de gameplay ook leuk is. Wow, de man die tegen de storm inraast. Oké, dan. Er ontvouwt zich een hele wereld. Alright, let's go. Yo, wat is dit voor een gigantische boer? En waarom heb jij een Mario-outfit aan? Je hebt de Mario-kleding en de postuur van Luigi. Oké, daar staat iemand. Daar staat iemand. What up, my man? What up? Oké, hij is weg. Hij is weg. Kijk, en hier kunnen we dus zo'n amulet pakken. En dan... Oh, eerst moeten we de sleutel pakken. En dan kunnen we zo'n amulet pakken. En nu zijn we de wervelende wolf. Druk B om een draaisprong te maken waarmee je vijanden kan verslaan. Ah, kijk, nu kunnen we een speciale jump doen. Kan ik hier dan op? Nee, maar ik kan wel deze steenkapot maken en dan zo... Hatsenflatsie. Poortje openen. Lekker, man. Oh, en hier hebben we een gouden beeldje van Balan, denk ik. We hebben nu 1 van de 8 beeldjes gevonden. Blijkbaar zitten de 8 verstopt in dit level. En hij verschijnt weer. Ah, oké, als we die beeldjes allemaal vinden. Yo, what up? Konijntje. Ah, kunnen we door die spiegel heen? Let's go. We kunnen door die spiegel heen, hè? Ja, nice. Yo, wat is dit? Oh, dit is de boosaardige zus of... Misschien is het wel een broer van Balan. Ik denk de zus. Wat denken jullie? Wat? Hij doet een Thanos snap. Dat was het geluidje van de Nintendo Switch. Kan ik ze verslaan? Lekker. Hatsflats. Dikke doei, jongen. En de wereld is weer veilig. Oh, kijk. Daar is een dat dingetje van die konijn. Maar daar hebben we ook weer een sleutel voor nodig. Dus we moeten nu eerst een sleutel vinden. Ja. En dan kunnen we de konijn ontgrendelen. Konijnen zijn cool. Oh, kijk, hier is een sleutel al. Easy. Let's go, konijntje. Nice. De stuiterende kangaroo. Op een kangaroo-eiland. Waar je kangaroos vindt.
Zoek de kangaroo-moeder naar de kangaroo-kind. En hij doet gewoon even een Luigi-jump, joh. Kijk dan. Go, 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 go. En dan kan ik met deze guy waarschijnlijk die andere sprong doen. Zo, en dan kan ik dit kapot maken. Ja, kijk, en dan vinden we het tweede beeldje. Lekker. Ja, ik vind dit zelf wel leuke spelletjes, hoor. Ik hoop dat het zo gevarieerd blijft. Dus dat er heel veel van dit soort kostuumpjes te vinden zijn. Ja, en dan ben ik altijd wel down met dit soort games. Let's go. We gaan even hier naartoe. Nice. Hier kunnen we ook een hoed vinden, een gouden hoed. Knap dat je me hebt gevonden, kleintje. Nu mag je wat plezier maken. Als je mijn krachten goed gebruikt, heb ik heel leuke dingen voor je. Oké, bonus level dingen. Bonje met Balan. Oké, we gaan ruzie maken met deze dude. Kijk hem vliegen, jongen. Oké, wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Druk kort op B als Balan schaduwen overlappen met Balan. Oké, let's go. Dus dat is dan... nu! Hoppakee, lekker. Oké, dan moeten we nog een keer doen, denk ik. Let's go. Druk herhaaldelijk op B als er veel van Balan schaduwen zijn. Oké. Dat is er nu, denk ik. Ja, nice. Oké, easy. En nu, wat gaan we nu doen, Balan? Ga je nu vechten met deze grote... ja, wat is het? Mand! Het is een mand. Let's go. Oké, dit is wel makkelijk. Dit is wel een makkelijke minigame. Nu komen er, denk ik, weer veel schaduwen. Of... Oh, nee. Er komt weer één schaduw. Oh, nee. Deze was niet goed. Deze was niet goed. Zeg ik net dat het makkelijk is. Gaan we dood. Dit was niet best. Ik had geduld moeten hebben. En nu mag ik niet meer opnieuw. Potverdorie. Wat wel mag, is op deze knop duwen. Lekker. Wat vinden we in deze kamer? Is dit de uitgang? Is dit wel uitgang? Oh, wacht even. Moet ik die beestjes zoeken in dit level? Is dat wat we moeten doen? Oh, die beestjes die helpen mij. Oké. Ja hoor, en we vinden een stukje van ons hart terug in de wondere wereld van Balan. Ja, cool. Leuk. Zo te zien hebben we nog heel veel niet gedaan. Hé, jij moet wel even recht voor de camera zijn. Je moet wel naar de camera kijken. De mensen thuis letten op jou, vriend. Oké, let's go. Wereld 1.2. Ik wil meer van die pakkies. De man die tegen de storm inraast. Oh, snap. Mijn hersenpan kan dit niet aan, jongens. Deze wereld beweegt helemaal. Wat is dit? Dit is de gouden snaai van Harry Potter. En wat doet deze bloemenplantclown daar zo? I don't know. Ik ga in ieder geval het sleuteltje pakken. Oh, kijk. Hier veranderen we in een nieuw karakter. Het is strekplant. Dan ben je een episch superwezen en dan heet je strekplant. Zo, maar deze wereld is vet trippy, jongen. Wie is dit? Oh, het is een draak. Het is een soort draak. Die wil ik. Ja. Ja, we krijgen nog een draak ook. Wat vet. Wow. Dit is de dartele draakje. Yeah. Awesome. Dit wist ik niet, jongens. Ik kan vlammen schieten met het draakje. Vet. Oh, daarmee kan ik dus ook deze blokken kapot maken. Heel nice. Kan ik dan met de plant hier overheen? Nee, daarachter is ook nog een power-up. Is dat ook een draak? Eens even kijken hoor. We gaan even hier naartoe. Kan ik hier over dit hekje? Ja? Wat is het, een voetbalmonster? Nee joh. Is het een voetbalmonster? Ja! Oh, we worden gewoon een voetballer. Oké, cool. We gaan ook gewoon voetballen in dit spel. Oh, het is een vrije trap uitdaging. Oké, hoe gaan we dit doen? Oké, let's go. Let's go. Ja! Nee! Precies tegen de keeper. Waarom faal ik in alle minigames in dit spel? Keeper is nu wel weg. Dat is wel nice. Hoppakee. Puntjes. Oké, dan deze kruising nog even pakken. Hoppa. Ja, lekker man. Lekker. Ja, ik vind dat we dit goed hebben gedaan. Ik weet niet of de game dat ook vindt, maar ik vind van wel. Cool, we hebben nu een konijn gehad, een wolf, een draak, een voetballer en een bloem. Hier hebben we een beeldje. Nice. Yes. Wat is dit voor evil, goofy stuff trouwens? Daar zullen we straks al mee te maken krijgen. Ah, kijk, hier is de poort. Dan moeten we even de poort openmaken door op de knop te gaan staan. Oh, wacht even. Pas op. Weg daar. Of hebben we geluk? We hebben geluk. De poort gaat open. Okay, tot nu toe is het in ieder geval nog niet zo heel moeilijk. Ik ben benieuwd of het nog wat moeilijker wordt. Soms mag een spel wel wat moeilijker worden. Ik denk het wel. Dit zijn natuurlijk pas de beginlevels. Dit is pas wereld 1. Wow! Wow, iedereen is opeens van de partij. Wat doen jullie hier allemaal opeens, joh? Jemig, de pemig. Bam, 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 bam. We gaan even hier naar boven. Even dit platformpje op.
Deze power-up is in Mario ook trouwens, hè? Dat zijn die gekke plantjes zijn dat. Daar kan je ook zo mee omhoog. Dit blok kunnen we kapot maken met de draak. Raar! Alle karakters die hebben eigenlijk maar één kracht. Dus elke knop die je indrukt, dat is gewoon dezelfde kracht. Laten we even met de draakje deze enemies gaan slopen. Hoppakee! Lekker gedaan! Is het zo dat we met deze hier overheen kunnen lopen? Oké, nee, dat kan niet, jongens. Dat kan niet. Oh, we zijn gelijk die power-up kwijt. Als ze één keer geraakt worden, is het gewoon klaar. Dat betekent dat ik deze nu allemaal niet kan pakken. Ik kan wel dit blok kapot maken. En dan met deze hier overheen springen. Maar dan kan ik waarschijnlijk hier... Ah, ik kan er wel op. Nice. Oké. Lekker. Kan ik hier gewoon lekker overheen springen? Jazeker! Dit konijntje is ook wel chill, hoor. Hoppakee. Hier omhoog. Dit ding pakken. Yes. Hey, wat is dit? Dit is een vark of zo. Ik heb eerst een sleutel nodig. Waar vind ik de sleutel? Daar vind ik de sleutel. Super cool. Even deze blokjes slopen. Er zal wel weer een dingetje in zitten. Ja. Yeah. Yo, wie ben jij? Kijk dit varken, man. De beukende big. Wat kan de beukende big met het mooie... kontje. Ja, mag ik gewoon zeggen. Als je zo gaat staan voor de camera, dan mag ik dat zeggen. Okay, let's go. Wat kan jij? Jij ground pound. Beam. Ik weet niet wat ik daar precies aan had. Volgens mij nog niks. Weet je wat? We gaan gewoon naar het knoppie. Let's go. Wacht even. Even wegwezen. Wegwezen. Even om het hoekje staan. Even je kontje showen. Waar gaat... Komt... Hoe kom je op me af? Die bal, die komt me gewoon achterna. Ga weg. Ga weg. Laat me met rust. Laat me dit beeldje pakken. Waarom komt die bal op me af? Dit is niet chill. Laat me met rust, jongen. Oké, waar moet ik die bal naartoe leiden dan? Ik weet het niet. Moet ik hem in deze... Oh, wacht. Hier naartoe. Hier naartoe. Let's go. Let's go. Kom maar. Kom maar, bal. Kom maar. Ja. Toppie. En dan denk ik dat we wel weer redelijk bij het einde van het leveltje zijn. Alhoewel, we moeten natuurlijk nog even de power-up van deze big testen. Ja, en dan staat dit omhoog. Dan kan ik hierop springen. En dan kunnen we een beeldje pakken. Nice. Oké, waar gaan we nu naartoe? Dragon power! I love my dragon. Oh, wacht even. Is dit een andere draak? Dit is een andere draak, hè? Wacht even, dit is een andere draak. Ja. Oh nee, dit is weer die draaigast. Nee, nu ben ik mijn draak kwijt. Ik wou sowieso mijn draak gebruiken in deze bossfight. Wie zijn jullie? En waar komen jullie vandaan? En vooral, wat komen jullie hier doen? Wat is jullie plan? Kan ik gewoon op jouw hoofd springen? Huh? Ja? Ja. We kunnen op een hoofd springen. Oké, jij gaat weer je wervelwind gooien, denk ik. Heb je nu twee wervelwindjes? Ja, oké, helemaal prima. Dan spring ik nu gewoon zo op. Oké, ondanks jouw twee wervelwindjes, keihard op je bakkes. Oké, nu heb je waarschijnlijk drie wervelwindjes. Jazeker. Of heb je er nog meer? Nee, drie. En dan... Boom! Oké, deze guy is toch wel sterk, hoor. Lekker, man. Lekker. En dan is dit waarschijnlijk het einde van wereld 2. Die kleine swooshies die helpen ons weer met een mega power. Nice. En dan, oh, dan moeten we het hart wat we eerst hebben verzameld, moeten we nu hierin doen. En wat gebeurt er dan? Holy crap. Waar gaan we naartoe? Sowieso naar het einde van dit level. Yo, maar wat is dit? Oh, is dit zo'n... Ja, dit is onze thuisbasis, toch? Wat gebeurt er? Wat heb ik? Heb ik mensen bevrijd of zo? Komen deze mensen nu hier werken? Krijg ik eten? Krijg ik een magnetron? Kan ik mijn popcorn gaan maken? Ik bedoel, ze hebben allemaal mais in het veld staan. Oh, met deze guy gaat het niet zo goed trouwens. Oh, met deze guy gaat het helemaal niet goed trouwens. Wat gebeurt er, vriend? Kijk nou uit. Kijk nou, ren nou weg. Ren. Oh, snap. Oh, nee. Wat gebeurt er? What? Nee, niet doen. Laat die arme Luigi in Mario kleren met rust. Laat Maluigi met rust, jongen. Nee! Niet aankomen. Niet aanraken. Oké, nu is... Ja, nee, dit gaat niet meer goed komen met die man. Wat is er gebeurd, jongen? Moet ik hem nu gaan battelen? Dikke boss battle. What? Wat is dit? Hij ziet er redelijk aardig uit, behalve zijn buik. Oké, wat doet deze guy? Er zijn hier allemaal power-ups voor andere characters. Die laat ik denk ik nog even liggen, want die heb ik nog niet nodig. Maar wat moet ik doen met deze guy? Oké, hij gaat nu op de grond. En kan ik hem dan nu... Ah, kijk, ik kan hem gewoon raken. Lekker.
Ik kan hem gewoon aanpakken, deze gast. Nice. Oké, hij gaat nu weer op de grond. Ja? Oh, wow. Oké, wacht even. Wat doe je? Moet ik nu het varkentje hebben of zo? Kan ik met het varkentje dit pounden? Nee, ik kan met... Oh, jawel, ik kan het wel... Nee, ik kan het niet pounden. Ja, ik kan het wel pounden. Dat is zeker wel de bedoeling. Let's go. Hij is nu weer beneden. Nice. Nu gaat hij weer wervelwindtactieken doen. Dit is best wel cool. Je moet zeg maar alles wat je net hebt geleerd met die wezens... dat moet je nu inzetten in deze battle. Ik denk niet dat ik hem kan raken. Ik denk dat ik hem nu wel kan raken. Ja! Lekker, vriend. Op je bakkeroni. Wie denk je wel niet dat je bent, vriend? Oké. Ja, hij gaat kapot. Of niet? Ja! Wordt hij... Oh, ik dacht even dat hij nu weer goed werd of zo. Maar nee. Hij verdwijnt gewoon in het niets. In de ruimte. Maar wel! Wel! Het is de aardige boer, meneer. Het is boer Maluigi. Of boer Lurio. Hoe we hem ook moeten noemen. What up, man? Box. Box, vriend. Je mag geen hand geven in deze tijd. Je moet boksen. Oh, gaan we samen dansen? Let's do the twist. Oh, kijk ze gaan, jongen. Deze boer heeft moves, vriend. Deze boer heeft super moves. Kijk hem. What a kid. Nou, dat doe ik hem niet na, hoor. Dan moet ik eerst 3 jaar ring fit hebben gedaan. Dan ben ik een keer weer fit zoals deze boer. Kijk ze gaan. Heerlijk dit. En zo. Oh, is de akker niet helemaal gered, maar hij is wel weer terug. Hij kan de schep der krachten weer oppakken. Ja, de wind blaast. En hij ziet het weer zitten. Daar, de magische maiskolfplant voor epische popcorn uit de magnetron. Die ik niet heb. Ik zie een probleem. Anyway, het is een mooi plaatje. Het is een leuk spelletje. Laat even weten wat jij van deze game vindt. Ik ben heel erg benieuwd. Doe sowieso een duimpje omhoog voor de support. Vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. En wil je me live zien gamen? Volg me op twitch.tv/Rikachu. En dan zie ik je daar of gewoon bij de volgende video. Mazzel!